Wil je straks naar de opleiding voor sport en bewegen? Wil je later in je werk leiding gaan geven? Of in een sportvereniging als trainer aan de slag? Of wil je gewoon meer sporten? Dan kun je voor de sportklas kiezen. Je doet 2 uur lange gym. Of ja, gym. En dan doe je steeds verschillende sporten. Laatst gingen we kickboksen. En we gaan nog dansen op muziek. En we gaan nog klimmen. Wij leren steeds meer verschillende sporten kennen. Zoals schermen en trampolinespringen. Ja, je krijgt een shirtje, een trui en een tas die je elke les moet meenemen na, zeg maar, gym. Wij hadden een kast waar wij overheen moesten springen op een bepaalde manier. En toen was er een filmpje die je terug kon kijken hoe je het beter kon doen. Wij mogen zelf spullen neerzetten, maar daarbij moeten we wel denken aan de veiligheid van iedereen. Je kan ook meedoen met landelijke sporttoernooien en je gaat ook op sportkamp 2 dagen lang. Je geeft les aan je klasgenoten, waardoor je later trainer kan worden of leiding gaat geven. Nou, in de bovenbouw kies je voor LO2 zelf. In plaats van 2 uur sport krijg je dat als opleiding. Je maakt een schriftelijk examen en je doet praktijkexamen. Je kan een plek krijgen hier bij Sport en Bewegen. Die hebben dan een vrije plek bij het ROC. En het is later goed als je defensie of iets ambtenarenfunctie wil doen. Als je meer wil sporten of later iets met sport wil doen of leiding geven, moet je voor Sportstroom kiezen.